Met de HVA en de VU en andere organisaties zijn we een digitale sportcoach app aan het maken die hardlopers helpt om beter en meer te sporten. Ik onderzoek of het mogelijk is om je hardloopbewegingen te relateren aan je emotie en je vermoeidheid. 4G gebruik ik om de hardlopers te kunnen monitoren buiten in de stad. Omdat voor mijn experiment het belangrijk is dat ze op een bepaalde snelheid lopen. En ik real-time die informatie van de hardlopers nodig heb en ze daar dan op kan coachen. Ik vind de app een heel interessante toevoeging. Het idee dat je ook met een app kan communiceren. Dat op basis daarvan je weer afloop kan analyseren van hoe ging de training. Dat is een mooie aanvulling. Vanaf mijn app stuur ik hardloopinformatie zoals bewegingen, emotie, moeheid en locatie. En dat is een grote hoeveelheid informatie die ik real-time moet kunnen terugzien op mijn systeem. En met 4G lukt dat. De data van de telefoon die wordt verzonden via een veilige verbinding naar de servers van de VU en de HVA. En daarvoor gebruiken we EduRoam om die data ook echt veilig te versturen. Ik voel me min 4. Belasting 18. Het is toch een hoop persoonlijke informatie die je zo verstuurt. En je wil niet dat andere mensen die kunnen onderscheppen. Je bent, als je echt serieus aan het voorbereiden bent voor een wedstrijd of voor een trainingsdoel, wil je toch zoveel mogelijk informatie hebben om steeds je volgende training goed te bepalen. Of om te weten of je houdt aan je oorspronkelijke trainingsdoel. Ik denk dat deze app je heel goed helpt om vast te stellen, ben ik nog goed bezig. Of hou ik vast aan een doel wat eigenlijk helemaal niet meer reëel is, dan moet ik gewoon bijstellen.